Rama, journaal is daar. Papa, papa, en nu gaan we beginnen. Maar papa, papa, anders duurt de intro veel te lang. Papa, papa, en we maken mensen niet graag bang. Papa, papa. We beginnen vandaag met Utopia. U weet dat er nog heel veel mensen steady blijven kijken. Maar het begint nu toch echt een beetje af te takelen. Want zelfs de bewoners vinden er niks meer aan. Bewoonster van het eerste uur, Vanessa uit Helimond, die vindt er dus geen bal meer aan. Luister naar haar indringende monoloog over wat er allemaal mis is met Utopia. Hey Vanessa, ga gewoon lekker terug naar Helimond, man. Veel gezelliger. Ja. Ik bedoel, ik heb ook graag een drankje en ik vind het ook gezellig om een wijntje te drinken. Maar dit loopt gewoon dadelijk helemaal uit de hand. Ja. En ik ga ook zeggen dat ik het kind geboren ben en dat je heel vlug iets moet gaan veranderen. Want ik ga dit niet meer accepteren. Je bent anders, moet je zelf weten. Maar ik ben het hier. Als ik zie hoe daar hier op dat moment dingen gaan, wat zomaar gedaan wordt, auto's gekocht, al die dingen. We hebben zo hard moeten knokken, voor mijn gevoel, hè, om hier echt iets leuks neer te zetten. Voor mijn gevoel, hè, ben ik heel veel veranderd. Ze hebben idioten die misschien denken van, oh, het is toch nog maar een week of zeven. Even denken van, nou, ik wil het jullie nog even leuk hebben. Komt daar maar een autootje. Daar wordt het zuipen. Er worden feestjes gegeven die helemaal nergens niet meer opslaan. Debielig. Er worden pruiken uitgedeeld en dan denken we van, oh, we hebben lol. Er wordt niet gepraat. Er wordt alleen maar ruzie gemaakt. Er wordt alleen maar gevit op mensen. Er wordt niet meer gepraat. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar je hebt het niet echt. Ja, vergeef ons dat we weer over Loretta Schrijver in Koffietijd beginnen, maar deze keer zien we dat ze zich een beetje overschat. Tenminste, Bobby Eden was de gast en Pernille en Loretta vroegen aan Bobby Eden of zij ook misschien een filmpje wilde opsturen. Dat wil zeggen een home sex video voor de nieuwe videoclip van Direct. Dat leek Bobby Eden niet zo'n heel goed idee, maar misschien dat Loretta en Pernille dat wilden doen, stelden ze voor. En Loretta meteen van, ja, dat kunnen we wel. Maar zou jij daar aan mee willen doen? Nee, ik denk dat we wel genoeg tapes van ons en opgezet zijn. Dus ik denk dat dat geen toegevoegde waarde heeft. En daar is maar er is voor jullie misschien nog wel wat. Toch? Volgens mij kan je ook alles met een beetje shoppen en zo, kan je alles ook heel sensueel maken. Als wij al gewoon zo naar elkaar zouden lachen. Haha, haha. Is dat sensueel? Kan, als je het in slow motion doet, dan een mooi muziekje onder. Oké, okay, slow motion en een leuk muziekje. Even kijken of het werkt. Botertje geil, inderdaad. Ja, dat is echt Henny Huisman, hè, die dat doet. Dit keer dachten we, waarom moeten er toch altijd mensen zingen bij die afsluiter? Er is ook een enorm aanbod aan instrumentale muziek. En we beginnen maar meteen met de meester in dit genre, namelijk Dirk-Jan Ranzijn. Hij gaat echt helemaal los op dat orgel. Mooi om te zien, iemand die zijn instrument tot in de puntjes beheerst. Weet je wat ook mooi is? Dat we er morgen gewoon weer zijn. En u ook, verdomme. Oké, bedankt, dag!